De nieuwe zilveren gulden zijn in omloop gekomen. In de munt in Utrecht, waar ze vervaardigd werden, zijn ze bij duizenden tegelijk in een vernuftige machine gestort, die telkens precies 500 guldens aftelt en in een zakje doet. De distributie geschiet onder andere via de postkantoren. Het was voor velen een verrassing om kennis te maken met de nieuwe gulden, die kleiner is en dunner dan de vooroorlogse, hoewel hij hetzelfde gehalte aan muntzilver heeft. Ook via de warenhuizen komt het nieuwe betaalmiddel in circulatie. Verwacht wordt dat de oude trouwe portemonnees, die met al het papiergeld wat in het vergeetboek waren geraakt, weer opgeld zullen doen. Voor de lederfabrikanten breekt een gouden tijd aan. In hygiënisch opzicht gaan we er met de nieuwe guldens zeker op vooruit. Natuurlijk worden de automaten aan het nieuwe geldstuk aangepast. In alle geledingen van ons volk wordt de nieuwe gulden met vreugde begroet. De spaarpotten zullen weer aanzienlijk zwaarder kunnen worden. De taak van de scheidsrechter zal door de nieuwe munt lichter worden. Volmondig geven de goochelaars ten slotte toe dat ze een bekend trucje van hun repertoire thans met groter gemak kunnen uitvoeren, doordat de kleinere nieuwe guldens beter in het gehoor liggen.